een onheilsbericht over jullie vereniging. Jazeker. Ja, Mert kreeg, die zou naar het IND en die zou zijn verblijfsvergunning ophalen. Maar ja, toen kregen we in één keer te horen dat hij gearresteerd was. Hij ging ervan uit dat hij hem zou krijgen. Ik heb later gehoord dat hij het twee keer eerder aanvraag heeft gedaan. En nu dacht hij van, nou, ik ga daar naartoe en dan krijg ik een verblijfsvergunning. Ja, en het was dus een heel ander verhaal. Hij kreeg geen verblijfsvergunning, maar wat gebeurde er wel? Hij werd gearresteerd en hij werd in een cel gedropt. Met geen televisie, geen telefoon, niks, geen mogelijkheden. Hij mocht 2 uur per dag luchten en dat was het. Hij werd behandeld als een crimineel. Hij heeft bij ons de hele jeugd doorlopen. Hij heeft altijd bij ons gevoetbald. Hij was gewoon een jongen van Oranje Nassau. Hij hoorde gewoon bij ons. Een man die niets heeft met Turkije. Een man die ook de Turkse taal eigenlijk niet machtig is. Nee, hij kan wel Turks, maar niet echt goed. Hij zegt, ik spreek beter Nederlands als Turks. Ja, dat is gewoon heel, heel bizar dat mensen hem zomaar oppakken en zomaar vastzetten. Dat, ja, ik snap dit echt niet. Ik snap dit van heel Nederland niet. Ik ben blij dat er veel meer mensen zijn die er zo over denken. De NOS heb ik in kennis gesteld. Hart van Nederland heeft gebeld. Die willen dan graag een actie zien. Nou, we gaan ons nu beraden over de actie die we op touw gaan zetten. Want we willen toch proberen om je veel meer bekendheid aan te geven. Of hij dacht zelf ook van, ik ga naar Zwolle toe en ik haal mijn verblijfsvergunning op. Hij zou na die tijd, na de training, hij zou iets later komen op training. Hij zei, dan drinken we samen een pilsje. Dus ja, zo'n jongen is het ook. Op de termijn gaat het bestuur en de spelersgroep van Oranje Nassau zich beraden op wat er te doen is op dit moment. Want het is 3 weken en dan is het zover, dan wordt hij uitgezet. Ja, dus we moeten binnen 3 weken moeten we wat gaan doen. En we gaan er echt morgenavond hebben we een trainingsavond. En we gaan er zeker over beraden van hoe kunnen we dit even duidelijk maken, ook aan Nederland, wat we hier tegen kunnen doen. Jan van Laar, Mert is één van ons. Jazeker, ja. Dus met andere woorden, hij moet niet uitgezet worden, hij moet blijven in Nederland. Ja, dat sowieso. Hij mag gewoon niet uitgezet worden. Ik vind dat wij als Nederland dat hem niet mogen aandoen. Hij is meer Nederlander als Turk. En met z'n allen gaan we ervoor. Zeker weten.